Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En op maandag blikken we altijd eventjes terug. En dat noemen we dan de terugblik. En we blikken terug op een inhaalprogramma. Dus er is niet zoveel. Maar in de topklasse hebben we een heel programma. Ja, en als je dan toch de trainer van Barendrecht hebt. De trainer van de topklasse wat mij betreft. Als er een speler of een trainer van het jaarverkiezing is. Die van januari tot en met december loopt. Mag die wat mij betreft een hele goede kans maken. En dat zeg ik niet om te slijmen. Jack van den Berg. Mag toch wel een keer gezegd worden? Ja, volgens mij wel. Ja, je begint met 6 punten achterstand. Je hebt een goede tweede seizoenshelft. En je start fenomenaal. Nou, dat zie je me ook nog eens terug. Want we gaan het er niet uitgebreid over hebben. Morgen kunt u kijken naar een special rondom Capelle Barendrecht. En daar ziet u hem ook. Dus we gaan het vandaag alleen hebben over de wedstrijd Katwijk Barendrecht. Zal geen straf zijn, denk ik. Nee, dat is wel leuk. Ja, hè? Ja. Nou, we hebben beelden, dus die krijgt u ook nog. En dan praten wij er lekker overheen. 0-4, wat een beelden. Ja, we hebben goed gespeeld. Ja, als je naar Katwijk gaat, moet ik dan met de wedstrijd ervoor beginnen. Thuis tegen Hardenberg. Die we wat onverdiend, wat heel erg onverdiend verliezen. De kansen niet afmaken. Goed gespeeld. Zeker de eerste half uur, maar daarna ook nog gewoon heel redelijk gespeeld. Hadden moeten winnen, maar we verliezen. Heel ongelukkig, maar oké, dat gebeurt. Ja, en dan verlies je en dan moet je naar Katwijk. Dan denk ik, dat wordt lastig. Ja, voor gekozen om vroeg druk te zetten, om Katwijk niet te laten voetballen. Ja, dat is gelukt. We hebben 4-0 gewonnen. Dus, geenszins geflatteerd en goed gespeeld. Katwijk is er eigenlijk niet aangekomen. Nou ja, je begint een beetje, hè, je kan zomaar 1-0 achterkomen. Volgens mij was het een te zachte terugkopbal. Ja, je hebt natuurlijk de samenvatting gezien, maar daarvoor hadden wij ook al wat mogelijkheden gehad hoor. En waren wij ook al aan het aanval raken. Dat was vanaf de eerste minuut dat we sterker waren. Alleen er is een situatie inderdaad dat Ivan op mij daar een bal terug wil koppen. Die kop je te zacht terug. En toen konden ze vrij inschieten. Maar die redde Mark Segers gelukkig. Ja. Ja, die had wel meer van aardige redding. Overigens, de keeper aan de andere kant. Hè, die gaat dan niet helemaal vrij uit bij de eerste goal. Maar wel lekker, volgens mij, als je 1-0 ga je de rust in. En vlak na rust gelijk 2-0. Ja, natuurlijk is dat fijn. Omdat je, toen hebben ze de hele eerste helft onder druk kunnen houden. En als je dan op de middenlijn staat met je verdediging, dan houdt het best wel een bepaald risico natuurlijk. Ja, eigenlijk waren we met 1-0 in de rust niet eens wel heel erg tevreden, want Laurens Visser kreeg best wel een paar meer mogelijkheden. Het was 1-0 met de rust. En, ja, dan weet je dat zij de tweede helft willen komen. En dat doen ze graag. Tempo maken en het publiek erachter. Er was nogal wat publiek, er zitten toch 2000 man, 2500 man. Een lekker sfeertje, hè? Ja, dat is leuk. Dus dat is een van de leuke dingen aan de topklasse, zeker als hij daar uitspeelt. Ja, en dan beginnen we en we beginnen gelijk erop een helft. En daar zit er al een fantastische goal ook. Even je hem gezien hebt. Gewoon een goede combinatie. Een aantal schijven volgens mij? Ja, bijvoorbeeld hij laat lopen, maar even een rit die hem teruglegt op Blauwe Vissen. Die blijft heel cool en die schiet hem in het netje. Dat was 2-0. Ja, en dan kan je ook winnen en dan ben je ook nog heel erg blij als je daarna met z'n allen gaat verdedigen. Maar we bleven vooruit druk zetten. Katwijk heb eigenlijk nooit. Na 3-0, toen lieten we ons een beetje terugzakken en toen konden ze wat aanvallen opzetten. Het is echt vanuit het collectief, hè? Dat is ook de kracht van Barendrecht op dit moment. Of niet alleen op dit moment misschien, maar. We vallen met z'n allen aan en we verdedigen met z'n allen. Ja. Want je ziet het, hè? Je zou denken van, nou, hè, je hebt een diepe spits Marvin Richard, maar die laat zich ook nog eens regelmatig inzakken. En het zijn continu lopende mensen. Is het je back niet, dan is het je linkshalf wel die eroverheen komt. Nou, de tweede was inderdaad een prima voorbeeld ervan. Waar volgens mij te zien is dat continu de lopende mensen de dreiging veroorzaken. Ja, maar dat is ook voetbal. En denk ik dat je de ruimtes benut. Het werd ook eens operationele ruimtes genoemd, geloof ik zo. Nou ja, okay. Wij speelden afgelopen zaterdag, doen we dat nog wel eens anders. Maar afgelopen zaterdag speelden we met 2 spitsen. En was Rauwens Visser en Marvin Richard. Nou, de een gaat zich wel zakken en dan komen andere mensen in hun ruimte. Onze backs zijn heel erg opkomend. Omdat we hebben geen rechts of links buiten. Dus de backs,
de backs zorgen ervoor dat het spel breed gehouden wordt. En ja, zaterdag hadden we ook vooral met zo'n Gastel die een aantal keren toch voorin opdook. Ja, Bofferman staat natuurlijk achter de twee spitsen, die komt daar sowieso. Ja, fantastisch. We hebben echt ja, we hebben gewoon heel goed gespeeld. Het is echt een team, er is heel moeilijk van te winnen. En, is het compleet? Want je bent gevaarlijk bij spelhervattingen, je bent gevaarlijk in de omschakeling, je bent ijzersterk in verdedigen. Nou, dit jaar scoor je ook nog eens iets makkelijker dan vorig jaar. Ja. Wat kan er nog verbeteren? Nou, we hebben inderdaad van alles wat, ja. We hebben wat lengte, we hebben wat snelheid, we hebben wel voetbal ook in het elftal zitten. Het is wel van alles wat. We hebben een heel geplaatst elftal met backs die opkomen en met mensen die de concentratie kunnen behouden. Ja, je zou zeggen dat aan echte lijden, oké, dat wordt dan ook eigenlijk weer met z'n allen opgepikt, weet je. Want als je ziet hoe de doelpunten gevierd worden, dan ja, dat was echt opvallend. Zeker ook die vierde, ja, een jonge volgens mij. De Sajas, die maakt dan de vierde. Ja, dan weet iedereen wel dat die jongen meestal op de bank zit of in de tweede speelt. Terwijl die goed genoeg kan voetballen. Het was ook goed dat hij onderschept, want anders was hij nog aan het lopen volgens mij. Maar hij ging op zijn knie op een gegeven moment. Maar die jongens beseffen dan wel dat dat voor hem natuurlijk ook uniek is. En het is een ontlading, want het was het einde van de wedstrijd natuurlijk. Dus ja, dat tekent wel de sfeer in het elftal. En ja, het verdedigen wat je zegt. Ze hebben wel eens gezegd, ja, verdedigen is trainbaar, hè, voor 100% of waar we 90% van maken. Verdedigen is trainbaar. En verdedigen doe je alleen met je verdediging. Dat doe je met heel je elftal. Het begint bij de spitsen. En dat doen ze heel goed. Ja, je moet wel op kunnen brengen. Je moet geen capsules hebben. Denken dat je de beste bent en jij niks hoeft te doen. Maar dat hebben wij helemaal niet in de afstand. Dus, is iedereen heel luister uitgekomen? Want ik zag een paar mensen met een hoofddeksel. Ja, dat was wel jammer. Want het was natuurlijk na afloop groot feest in de bus. Maar Jeffrey Aerts en Laurens Visten moesten naar het ziekenhuis om de wondjes, de bonden te laten hechten. Gebeurde dat ook bij die corner vlak voor rust? Want er vielen geloof ik vier man zo vooruit heen. Ja, op de grond, ja. Ja. Dus, ja, dat was inderdaad, maar het viel mee. Het doet er wel hevig, maar het kon niet gehecht worden gelijk. Dus we hebben het dichtgeplakt. En daarna moet je wel zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, heb ik begrepen. Dus die hebben de busrit gemist. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Ze hebben s'avonds nog... Ja, nee, het goed gemaakt. Zo ernstig was het niet. Okay. Capelle verliest. Hè, dan maken we nog een klein uitstapje alvorens we met de twee andere analisten. Want u denkt van, nou, hoe gaan we het deze week doen? Nou, we hebben de topklasse met Jack. En daarna gaan Marco van Rijn en Edwin de Koning aanschuiven. En dan doen we een hele mooie truc. Maar we gaan nog even hebben over Capelle Scheveningen. 0-2, mij verraste het. Ja, voor zover iets in de topklasse nog kan verrassen natuurlijk. Ja, mij ook wel. Dus het is niet een wedstrijd die Capelle mag verliezen thuis, toch? Maar ja, wat mag je wel thuis leren? Wat mag. Scheveningen is gewoon een goede ploeg. En het zijn allemaal goede ploegen. En het kan gebeuren. Zet ze dan nog extra op scherp voor... of is iedereen zo bezig? Capelle, Barendrecht, daar hoef je niemand voor op scherp te zetten? Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me ook niet. Ik heb de trainer van Katwijk nog even gehoord. En die had het dan over, ja, we moeten elkaar maar recht in de ogen gaan kijken. En ze moeten harder werken. Zou goed gesproken worden, zeiden ze deze week. Ja, maar soms heb je wel eens gewoon... heb je wel eens dat je gewoon niet goed staat. En dat een tegenstander beter is. En iedere trainer zegt in de rust van, ja, je moet hoog springen. Je moet hard werken. Je moet het hardste werken. Maar ja, één van de twee ploegen werkt nog gewoon harder als de andere. Of staat beter. En dan lijkt het ook dat je harder werkt. Maar Capelle heeft natuurlijk gewoon ook tegen Scheveningen zijn uiterste best gedaan. Dat zal niet meegezeten hebben. Ja, dan verlies je je wedstrijd met de toplas. Het kan gebeuren dus. Ja, het kan gebeuren. En elke wedstrijd is er één. Elke wedstrijd is er één, ja. Mooi, dan sluiten we mee af. En dan gaan wij een heel mooi trucje doen. En dan ziet u in één of twee andere mensen. De truc is gelukt. Ja. Ja, zat net door Jack hier en nu ja, in één shot bijna te vangen. Marco van Rijn, Edwin de Koning. Hier, het was een... ja, inhaalweekend. Dat is eigenlijk ook alles mee gezegd. Een paar wedstrijden maar. Zullen we die even snel doorlopen? Geen opvallende uitslagen? Of misschien hebben jullie ze wel gezien. Spijkenisse, Noordorp 2-1. Nee, nou ja.
geen opvallende, maar wel een goede overwinning. Waardenspijken is gewoon aansluiting naar bovenhoud. En ja, wat daar opvallend is, is dat ze nog maar 8 goals tegen hebben. Dus verdedigend doen ze het goed. Ze draaien bovenin mee. En Spijkenissen kan wel eens verrassen dit seizoen. Iets te veel gelijk. Maar dat, daar komen we straks misschien nog op. Zuidland 3-2 bij Leonidas. Ook ja, regelmatig. Ze zijn met 2-0 begonnen, omdat alleen de tweede helft gespeeld is. Mm-hmm. En Zuidland heeft het niet moeilijk gehad. Maar nog wel een goaltje tegen. Maar nee, goede overwinning. En ja, Zuidland mag nu gaan uitspreken dat ze voor die titel gaan. Ze hebben gewacht tot dit weekend. En ja, nu zullen ze er echt voor moeten gaan. Straatlengte voor. Ja. Sion speelde 2-2 bij Honselersdijk en VVK Harga werd 5-0. Nou, laten we het daar bij houden. In die vierde klasse, daar werd Transvalië en het zadel geholpen, want de rest speelde gelijk tegen elkaar. Nou, dan is het alleen maar makkelijker. Hè? Ja, alle achtervolgers in de puntendeling, dus duidelijk. Kortje Teppe, LMO 1-6. Nou, die ambitie is ook duidelijk. En DRL en TVV 3-5. Hebben we nog de zondag. Ja, Feyenoord wint dan wel. 4-0. Goeie overwinning. We hebben elke keer dat ze gelijk speelden, hebben we gezegd, hè? Zie je niet op te wachten. Nou pakken ze gewoon een keer 4-0. Dat is ook een wedstrijd die ze uitgespeeld hadden, toch? 2-0. 2-0 voor en ja. 4-0 geworden. Dus. Ja, maar goed, ze hebben wel eens 3-0 voor gestaan. Ja, maar niet... Ik wil niet te negatief overkomen. Ja, precies. Tijd. Nee, maar goed. Maar dus... staan ze nu goed volgens mij met... Ja, Leonidas is weer afgelast. Er vielen weer een paar druppels. Ja. En je dacht, ik zou toch denken dat er genoeg wind was om het weg te waaien, maar het heeft niet mogen helpen. Nou, het veld is niet zo heel geweldig en ze hebben volle bezetting natuurlijk. Hebben ze geen goed veld bij Leonidas? Nee. Daar gaan we het niet over hebben. Wat dan wel, geen opvallende, maar SCV weer gewonnen. Bovenaan nou, hè? Bovenaan en ineens boven Ommoord. En binnenkort de ontmoeting om het SCV, dus dat doen we interessant. Dat doen we in de week WDW. Maar ik weet niet of je de uitzending hebt gezien. Er is wel wat gaande bij SCV. Dat wordt ook erg leuk, hoor. We gaan ze, dat hebben we ook beloofd, de komende jaren in de gaten houden. Maar er is echt wel wat aan de hand. Andere dingen nog op zondag die noemenswaardig zijn? Nee, niet uit de competitie. Bekeruitslagen die ook dit weekend gespeeld zijn natuurlijk. En VOC, toch weer een knappe overwinning op ARC. En VOC komt vaak aan bod, maar ja, die... Als je ook van de hoofdklasse met 5-1 verslaat, dan mag dat best genoemd worden. Uitblinkende Thomas Verhaar. 3 keer een assist, 2 keer Geert den Oude. Ja, je zegt bijna wanneer niet, hè? Ja. Want, ik denk dat Thomas, die speelt bij VFC, maar ik denk dat nou maar eens een club als Excelsior een keer moest gaan kijken van jongen, hè? Kunnen we zo'n jongen niet... Ik denk dat hij bij VFC beter zit dan bij Excelsior of weet ik wat. Excelsior Rotterdam of Dordrecht 90, dat is wel een jongen die daar past, hoor. Die past wel echt op dat niveau, denk ik. Maar wat maakt dat spelers niet willen dan? Is die top, of die topklasse en die hoofdklasse zoveel aantrekkelijker dan de Jupiler League? Nee, dat weet ik niet. Iedere speler heeft daar zijn eigen uitleg en zijn eigen reden voor. Het hoeft niet altijd geld te zijn, hè? Nee, veelal niet. Vaak is het werk, studie, de combinatie, misschien wel het meer dan 2 keer trainen. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen. Er zit vaak ook nog een privé situatie bij, met vriendinnetjes of kinderen. Dus, ze gaan met 86 man naar Spanje. Ja, fantastisch. Gezellig even op trainingskamp. 86, dat is een heel vliegtuig. Ja. Ja, maar ik geloof dat het ook niet een club is die geen geld heeft, hoor. Dus. Nee, maar goed, de sponsors. De hele sponsors, iedereen gaat mee. Sponsors gaan mee, de technische staf. Ja, het is natuurlijk een geweldige club, maar er zit natuurlijk zo'n mooie club met rijke mensen. En, is toch geweldig? Ja. Met een vliegtuig terug. En dat doen ze al. Vol VOC. Ik zou dat ding gaan kleuren, zwart en rood. Ja, toch? Maar ik bedoel geld met gewoon, zijn natuurlijk allemaal gewoon goed bedeelde mensen daar. Ja. Een grote businessclub. En jongens komen ook allemaal uit goede gezinnen. En dus... Ja, die kunnen ze een reis maken. Ik geloof dat ze er vorig jaar maar 3 of 4 dagen geweest zijn. Toen gingen ze ook... Dan volgens mij dan slaap je een nacht. Valencia, Valencia. En een nacht slapen en een nacht dingen. En dan ben je alweer thuis. Ja. En als je hoort wat het kost... Ja, dat lukt niet bij een klein clubje, denk ik. Het heet trainingskamp. Maar of er echt getraind wordt, dat door in ieder geval de teambuilding gewerkt. En dat is ook belangrijk. Ja, maar ik kan me voorstellen. Hè. We hebben het volgens mij aangekaart ook. Het is even lekker om met spelers en sponsors onderling. Dat is net zoveel waard. Ik geloof alleen dat 16 over uitlastig is voor ze. Worden ze winnen ze alles. Inderdaad, ja, er hadden er nog eentje. Maar goed, die wedstrijd heb ik ook trouwens gezien. Het was gewoon een redelijk VOC, hè? Compleet. Hè? Geert den Oude in de spits, wat andere jongens uit het eerste moment. Goed. Laten we niet afdalen, want we hebben zoveel te bespreken en we hebben nog een klein kwartiertje. Laten we met jou beginnen, want jij gaf... Waarom mij? Ja, omdat jij aangaf dit weekend dat je aan het eind van het jaar stopt bij Nieuw-Lekkerland.
Ja, nee, ja, dat, we hebben gewoon afgelopen donderdag een oriënterend gesprek gehad. Technische commissie met mij. En ja, daar hebben we wederzijds dingen naar elkaar uitgesproken. En nou, te wachten nog tot een bepaalde tijd om te kijken of we volgend jaar met elkaar doorgaan. Maar ja, bij mij was niet het 100% gevoel wat er moet zijn. En daarom heb ik zelf besloten om in ieder geval vrijdagochtend te bellen naar het bestuur, naar de voorzitter en naar de TC. Dat ik niet doorga bij Nieuw Lekkerland. Maar ja. wat mis je dan wat je vooraf niet kon weten? Ja, maar dat is altijd zo. Je gaat natuurlijk een gesprek aan. Het is net een sollicitatiegesprek overal. En is alles, ja, alles in de hemel. En dat is allemaal goed. En die club past bij je. En dat soort dingen. Ja, ik denk dat je pas gaat werken wanneer je echt gaat werken. En ja, ik vind het altijd ook wel vroeg in november. Weet je, je bent een paar weken, een paar maanden onderweg. En, maar oké, als ik nu zou tekenen of andersom hun zou tekenen, dan moet je anderhalf seizoen met elkaar door. Dan moet je over nadenken. Nou, dat gevoel had ik niet. En dan, ja, dan neem ik een besluit. Of dat dan in de hoofdklasse is wat anders. Het gaat uiteindelijk om gevoel. Ja, want we vragen er wel eens naar. Je hebt 3 punten, 3 tegelijk gespeeld en iets te vaak verloren. Dan zeg je zelf ook, elke wedstrijd die we spelen is een soort geschenk voor Nieuw Lekkerland. Dus ik kan me voorstellen dat je die ambitie, die ken je. Ja, maar het gaat niet om ambitie. Het gaat gewoon oké, hoe wil je spelen? Welke manier wil je spelen? De verdiepingsslag in speelwijzes. Hoe gaan we dat verder ontwikkelen? Ja, als je daar niet uitkomt met elkaar, weet je, ja, dan is het goed. Ik denk dat er gewoon nu een fantastische groep staat. En ik ben hartstikke trots op die spelers die er staan. En het is een fantastische club. En niemand doet op dit moment onder zijn niveau presteren. En we krijgen iedere keer de complimenten. De laatste keer verhaal ik van, we spelen echt heel goed. Zelfs onlekkerlands. Ja, oké, daar gaan we over praten. En ja, dan moet van beide kanten gewoon een goed gevoel zijn. Maar we hebben in ieder geval gisteren met z'n allen afgesproken alles aan doen om erin te blijven. En daar geloof ik zeker heilig in Nieuw Lekkerland. Oké, dus volgend jaar iets nieuws. Alles open? Ja, alles open. Dus, ik kan je geen niks ontlokken of wat dan ook? Nee, er is nog niks. Alles is open, er is niks. Nee, zo zit ik sowieso in elkaar. Ik ben gewoon heel. Je werkt ergens en dan ga je eerst met elkaar praten. En als je daar niet uitkomt, dan en zoals dat nu zo het geval is, dan gaan we pas echt netwerken en kijken en mogelijkheden. Maar ja, ik ben overal bereid toe om in ieder geval te praten. En ja, moet gewoon de ambitie moet leuk zijn en goed zijn. En die moet bij je passen. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste wat je moet doen. En je hebt Jack net in de uitzending gehad. Die zegt ook van ja, het is ook een verenigingsgevoel. Ja, dat moet absoluut zijn. Er moet een soort klik zijn. En die ontbrak bij Nieuw Lekkerland. Heb jij gelast van? Nee, daar heb ik geen last van. Tenminste, niet over die klik, maar je hebt gewoon een contract voor 2 jaar en die loopt nog 1,5 jaar door. Ja, maar goed, ook wij zitten wel aan tafel en we hebben wel de afspraak, ook al loopt het contract 2 jaar door, dat we wel voor de winterstop evalueren. En belangrijk om te weten wat de club ervan vindt, maar veel belangrijker om ook te weten of de spelers uiteindelijk die klik met die trainer nog hebben en andersom de trainer met de spelers. Want een contract, met alle respect, maar het gaat ook om het gevoel. Gevoel, ja. Ja, wij staan slecht. 6 punten en daar ben je niet trots op. En het verenigingsgevoel wat eerder aangehaald is, nou, dat is er bij Hellevoet wel. En ik ben er ook van overtuigd dat we nog zeker wel meer punten gaan pakken. Maar we zullen het heel moeilijk krijgen. En ja, we kunnen top derde klas spelen. Maar we spelen tweede klas. En dat betekent dat we daar moeite hebben om ons aan te passen. Jonge, onervaren groep op sommige momenten. Niet veel spelers die al vaker op tweede klas of hoger gespeeld hebben. Maar wel spelers die leergierig zijn en waar we nog veel meer uit kunnen halen. Overigens, ik ben ook voor het eerst in de tweede klas nu aan het trainen. Aan jou is ook wennen, denk ik. Meer gevraagd. Ja, dat klopt. Maar dat maakt het des te leuker. Maar ik heb niet het gevoel dat ik volgend jaar geen trainer bij Hellevoet Sluis meer ben. En dat gevoel heeft het bestuur op dit moment ook niet en de spelers ook niet. Dus, je hebt al die vette jaren natuurlijk gehad. Hè? Bij Room bovenin meegedraaid, bij Hellevoet bovenin meegedraaid. Dan moet je toch even omschakelen naar... onder in tweede klas. Dat is toch fantastisch. Als je, dat ook maar meegemaakt. Wij regelmatig te praten. En ik denk dat je juist nu heel veel leermomenten eruit haalt. Van juist als het slecht gaat, weet je. Juist als je, hoe kan ik het managen, hoe kan ik het sturen. Het kost veel meer energie. Dus elke ding even mooi. En om even aan te sluiten bij het verenigingsleven, dat is er wel absoluut bij Lekkerland. Ik bedoel het eigenlijk naar een nieuwe club toe, zeg maar. Er moet wel een soort verenigingsleven achter zitten. Maar hoe is dat dan bij je? Want je hoort dat wel eens, dat een club
die, moet, die heeft ook een soort functie. Hè? Zeker helemaal in dorpjes. Nou, in Hellevoet heb je dan nog heb je Vlotbrug volgens mij nog. En Vlotbrug in Nieuwehoren. Nieuwehoren. In de omgeving ook. Wat andere verenigingen die... Maar je merkt toch dat dat een bepaalde functie in de wijk heeft. Ja, het is een hele grote functie. Zeker bij Lekkerland. Dat is natuurlijk... Die jongens komen allemaal. Maar wat voor invloed heeft dat dan? Want het kan dus ook. Heeft dat dan ook invloed op de prestaties? Of op het denken? Ja, op het denken, ja. Ik denk dat wel op het denken. Dat is ook wat in de evaluatie naar voren gekomen. Dat ik wel zei van, ja, weet je, probeer nou een stap verder te denken. In de visie en de missie en uiteindelijk beleid. En dat is helemaal geen kritiek of zo. Maar ja, we doen het zo al jarenlang en dan gaat het goed. Oké, dat is goed. Maar, ja, probeer wel een strategie te bedenken. Okay. Waar wil je naartoe? Waar wil je minimaal in zitten? En dingen roepen, dat is altijd makkelijk. Maar dingen echt op papier zetten of ergens naartoe werken, ja, dat is wel heel belangrijk. Ik wil toch nog even terugpakken naar de trainers. Want, ja. Nou, een vereniging waar ik nog wel voor. Een vereniging heeft inderdaad dus ook een sociale functie. Het is niet voor niks een vereniging. En mensen sluiten zich daaraan omdat ze zich daar prettig bij voelen en zich ermee willen committeren. En ja, dan is het leuk als jouw ploegje wint. En dat kan het achtste zijn, dat kan het eerste zijn. Maar bij het eerste staan er eenmaal meer supporters. En als het minder goed gaat, heeft iedereen er ook een mening over. Maar dat maakt het ook wel leuk. En ik vind als trainer, moet je daar niet voor weglopen. En als speler ook niet. Je moet juist die discussie ook met die mensen aan. En ook wel eens aanhoren als ze niet tevreden zijn. Dat maakt het leuk. Dus wat dat betreft, een vereniging heeft zeker een functie. En daar moeten wij niet voor weglopen. Nee, precies. Anders gaat het heel snel door. En we hebben nog heel veel te bespreken. Je merkt het wel. Heel veel, als eenmaal dat op de rol is, dan volgen er meer. Hè. Je had Erik Hellemons bij Hoek. Nou, in die hoofdklasse B, daar zijn nu al 4 trainers waarvan het bekend is. Of aan het eind van het seizoen of per direct. Hè. Hellemons bij Hoek. Jijzelf. Akkermans bij Zwaluwe. Ik dacht even dat het de trend zou gaan worden. Eerst Akkermans. Nou, toen kwam jij al. Dus ik was blij dat jij gelijk al... Maar ik denk, ja, het zal toch niet onder de analisten... bij ons een trend gaan worden. Maar wel, dat die carousel, die is alweer helemaal volop aan de gang. Ja, die begint steeds vroeger. Maar als het eentje is, boem, gelijk de paarden, is dat paniek? Of? Nee, ja, dat weet ik niet. Nee, het moment van naar buiten brengen. En het lijkt wel of mensen steeds zenuwachtiger worden. Dat als je dat niet vroeg genoeg doet, dat je dan te laat bent. En sommige verenigingen willen graag de eerste zijn. Maar het is ook met spelers. We zijn nog niet op de helft van de competitie of... Er zijn al spelers die melden dat ze volgend jaar ergens anders gaan spelen, willen spelen. En wat dat betreft denk ik dat we gewoon rustig moeten blijven. En Willem de Best heeft eerder al aangegeven, ik ga nooit voor februari met de club aan tafel zitten. Want dan weet ik pas hoe de rest van het jaar eruit ziet. En dit is wat Marco nu ook aangeeft. Stel dat je nu wel bij zou tekenen bij Nieuw-Lekkerland, dan tekent die voor de komende anderhalf jaar. Nou, er kan nog heel veel gebeuren daarin. En ja, ik ben normaliter wat langer bij een club dan 1 of 2 jaar. Omdat ik wil graag een proces leiden. En ik wil dat ik daar invloed op krijg. Maar ik wil de vereniging ook snappen. En dat ze mij snappen. En wat dat betreft neem ik daar ook de tijd voor. En ik doe het omdat ik het leuk vind. En het moet te combineren kunnen zijn met mijn andere werkzaamheden. Oké. Tot zover de trainers. Als we dan ergens anders gaan kijken. Of als we naar iets anders gaan kijken. Wat valt dan nog op? Als we terugkijken nu. Niet zozeer naar het weekend, maar iets langer terug? Nou ja, tot nu toe dat er best wel grote verschillen zijn al ontstaan in de eerste 11 wedstrijden. Een aantal afdelingen waar een koploper al 7, 8, 9 punten voor staat. En dat valt wel op. In de andere jaren is dat volgens mij altijd minder geweest. Je ziet ook ploegen die gewoon 7, 8 punten voor staan, die na de winterstop helemaal wegvallen. Dus op een of andere manier is het ook maar een periode dat ze pieken. Veel doelpunten ook. Weet je, veel verschillen in doelpunten, maar de rangen. Maar ook in hogere klassen, normaal gesproken. Hè? In de laagste klasse grote verschillen. 13-0, 6-7, 4-6. Weet je, ook in de tweede klasse. Dus op een of andere manier zijn we met z'n allen toch iets aan het verzinnen. Dat we veel doelpunten willen zien, doelpunten willen maken. Of is het gewoon het verschil tussen top van de klasse en onderin de klasse? Ja, dat is denk ik wel een groot verschil. We zaten net even buiten uitzending met Jack om te praten over de hoofdklasse. Ja, weet je, daar hoort Beheerdigd niet meer thuis. Dat was vroeger natuurlijk met ASBA, met Sluizen en dingen waren dat clubs. Maar je hebt denk ik nu een top 5. We dachten Hoek bij te zitten, maar nu zit ze met Hoek erbij. Ja, en dan daaronder is het allemaal wel top eerste klas van vroeger, zeg maar. Dat niveleert zich ook naar beneden toe. En daar zie je wel de grote verschillen dan ontstaan.
Ja, want je ziet het ook onderin. Hè? Je hebt het over verschillen die je ziet bovenin, maar ook onderin. DHZ, RDM, die, Delphia vandaag dit weekend met 12-0 verliezen. Dat is dan vierde klas. Maar in de derde klas zie je het ook. En inderdaad, in de tweede en eerste klas zie je ook zulke uitslagen terugkomen. Ja, maar ook wel clubs die zich vasthouden aan een bepaalde trainer en de structuur. Valt ook op een aantal dingen die wel goed presteren. Zwervers in de zondag, VOC, weet daar niet al heel lang zit. Dus weet je, het is wel succes op een of andere manier. Maar succes, ja, is net wat Edwin zegt, ook zit ook in het proces. En dan moet je dingen de kansen geven, dingen te veranderen. En dan zie ik toch wel, ik neem altijd maar Ferguson als het grote voorbeeld. Dat is toch wel goed om te zien op Arsenal, weet je. Dus ja, ga nou eens een keer toch nadenken als clubs van hoe kunnen we nou langer een manager of trainer gaan neerzetten in plaats van constant maar wisselen. Ja, maar en welk beleid hoort daar dan bij en wat is mijn visie van mijn club? En je gaat daar, niet dat je dan gelijk een 5 jaar contract moet geven, want dat snap ik met geld, maar wel zeggen van het intentie is om. Dus het is toch wel succesvol als je lang aan een trainer vasthoudt. Nou, volgens mij zit het grootste voorbeeld hier net voor, Jack. Je ziet hoe succesvol dat kan zijn. Ja, maar ook een ploeg als Zuidland. Als je kijkt, die hebben heel goed over nagedacht hoe ze uiteindelijk willen komen daar waar ze nu zijn. En dat is de richting de eerste klas. Die hebben met Tom Larsen daar een aantal jaar voor genomen. Een aantal goede stappen gezet. Stabiel geworden met veel jonge jongens. Zijn eigen speelwijze ontwikkeld. Ja, en dat zijn ook wel eens jongens die bij een andere club in net buiten vielen. Die wel in de omgeving wonen. En ze die bij Zuidland gebonden en geborgd hebben. En ja, daar staat gewoon een vriendengroep die bereid is om heel hard voor elkaar te werken. Maar ook heel goed met elkaar kunnen voetballen. Dat zijn twee verdiensten. Dat is van de trainer die er nu zit, maar ook absoluut, van de club. Absoluut. En die match moet je wel hebben, denk ik. Rust en vertrouwen. Zijn dat het overwoorden? Ja, logisch rust, nadenken. Vertrouwen. En dan zijn de uitschieters, Lombardije. Vorig jaar fantastisch. En misschien individueel, als je de groep ziet staan, dat je denkt van nou ja, is dat inderdaad wel een tweede klasse? Maar het antwoord is ja, absoluut. Staan knap op de vierde plek. Is een vriendengroep die ook heel hard werken, maar ook fantastisch goed kunnen voetballen met specifieke kwaliteiten. En het knappe daarvan vind ik dat jongens weten ook hun eigen specifieke kwaliteiten en die benutten ze. En datgene wat ze misschien minder goed kunnen, ja, dat wordt afgeschermd door de anderen. En ze halen het beste uit zichzelf, maar ook uit elkaar boven. 1 minuut nog voor het allerlaatste dingetje. Kunnen we een veteranencompetitie opzetten met al die oudjes tegenwoordig in het eerste elftal? Een 56-jarige keeper, een 56-jarige speler, een 45-jarige speler, 42 jaar, 39. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn dingen die veranderen. Nou ja, ik zie daar dan oude spelers. Dat is, met alle respect voor die clubs, maar daar zit natuurlijk achter totaal geen jeugd of dingen. Of weet je, ja, en dan komt zoiets naar voren. Dat is natuurlijk eigenlijk een armoede. Maar je ziet, club. Het is opvallend dat het best wel verspreid zit, hè? Ja, maar het is eigenlijk een armoede toch? Dus, en we hebben het over jeugdbeleid en we hebben het over dingen, maar jij weet het helemaal. Je hebt zelfs twee aardjes geloof ik in je team staan. Ja, maar daar kiezen we ook bewust voor. Ik heb ook wat oudere spelers. Maar wij kiezen er bewust voor om met de jeugd te werken. Omdat ik vind dat de ouderen die kunnen dat overbrengen op een training. En ik wil ook langer bij de club zitten. Dus datgene wat nu A is, is over 4 jaar, als ik nog steeds verwacht tijd trainen te zijn, inmiddels doorontwikkeld en wat rijper. En het viel op dat John Medina, 56 jaar bij DAZ, wekelijks in de basis speelt. En het gewoon goed doet. Kijk, ja, even goed doet. Even nee, ja, maar ja, sorry, ja, ik wil je niet opdoen, maar de tijd zit erop. Alle respect, maar 56 jaar, we hadden het erover. Nee, dat kan toch niet meer. Als we een echte Wilfred Genee ga ik je onderbreken en zeggen dat de tijd op is. Ik heb veel minder haar en veel minder talent. Maar we hebben deze week nog wel een special met Jack van den Berg. Namens Barendrecht. We hebben nog de WKWDW waar zij in zitten. En dit weekend weer een vol programma. Dus volgende week weer volop uitslagen en nieuws. En hopelijk kijkt u dan weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.